Zondag met Lubach. Nederlandse militairen gaan in oktober naar Noorwegen voor een grote legeroefening. Ik praat daarover verder met Rick van der Westerlaken. Rick, jij staat afgelopen dinsdag in de Eén Vandaag-studio. Wat is er aan de hand? Militairen die deze winter deelnemen aan een grote NAVO-oefening in Noorwegen moeten daar zelf speciale winterkleding voor regelen. Ja. Defensie was te laat met het bestellen van de winterkleding en nu krijgen de militairen zelf geld om een outfit te kopen. En de vraag is dan, is het een missie waarbij je ook echt per se winterkleding nodig hebt? Nou, nu gaan ze niet weer om te trainen. Toch was men er niet van uitgegaan dat extra warme kleding nodig was, tot de weersberichten kwamen. En toen was het te laat. De militairen worden dus naar een ijskoude toendra gestuurd en moeten daarvoor zelf kleding kopen. Er is alleen één dingetje. Dan moeten die spullen wel op voorraad zijn. Het is ook niet realistisch om te verwachten dat er wellicht 10 leveranciers zijn die voor 1000 militairen spullen in voorraad hebben liggen. Dus sommigen zullen zonder spullen op oefening moeten. De gators die komen eind van de week komen die pas binnen. Maar dan ben je dus al weg. Maar ja, dat is dan een gator, hè. Weet je, je kan wel een week zonder gator, toch? Ik kan wel een week zonder gator. Wat is een gator eigenlijk? Hebben we daar een plaatje van een gator? Oh, die komen volgende week pas binnen. Oké, snap ik. Dus sommige militairen moeten misschien zonder goede spullen doodvriezen in Noorwegen. Wat vinden ze daar zelf nou bij Defensie van? Want dit is toch niet uit te leggen? Generaal Schonewille, directeur materieel en diensten, vindt dat alles dit keer goed is uit te leggen. En op enig moment heb ik het besluit genomen. Ik wil gewoon goed werkgeverschap. En toen heb ik geroepen van luister, ik ga ze gewoon kleden. Ik ga ze gewoon kleden? Ja, maar dat is dus niet gebeurd. Jij hebt ze gewoon naar de Perrysport gestuurd om spullen te kopen die niet op voorraad zijn. En dan moeten ze het maar uitzoeken. Gatorloos. Dan kan je net zo goed het hele budget voor de hele missie geven en zeggen: soldaten, welkom in Afghanistan. Daar is de markt. Succes! Deze man die pareert elke kritiek door het tegenovergestelde te beweren. Dit is een generaal op ontkenningsmissie. Dit is gewoon generaal tegendeel. En hij gaat nog even door. Voor mij is het gewoon een belangrijk iets dat die militairen in het veld zometeen echt beschikken over die warme spulletjes. Want stel dat het nou niet dit mooie weer is, maar dat het echt snoeikoud wordt in dat gebied. Nou, op dat moment heb ik een goed gevoel. Ik zag het einde van die zin niet aankomen. Als er straks 4 dode militairen zonder benen worden gevonden in een fjord omdat ze alleen een zwembroek aan hadden, dan heeft deze jongen een topweekend. Ondertussen is staatssecretaris Visser van Defensie niet blij met deze hele situatie. En is gezocht naar een hele praktische oplossing waarbij is gezegd militairen mogen dit zelfstandig ook gaan aanschaffen. Verdient dat de schoonheidsprijs? Nee. Precies, dit verdient niet de schoonheidsprijs. Maar dan moet je net generaal tegendeel hebben. Ik denk dat de maatregelen zoals we die nu hebben getroffen, hè, ervoor zorgen dat de kerels wel de kleding krijgen en gewoon de spullen hebben waarmee ze dus gewoon moeten werken. Ja, dat verdient absoluut de schoonheidsprijs. Dank u wel. De schoonheidsprijs komt uw kant op. Wordt wel volgende week, want hij ligt nu nog op een pallet met gators. Hoi, oh, wat jammer dat je nu pas inschakelt. De video is inmiddels afgelopen. Nou ja, wil je de andere video's niet missen, abonneer je dan. Bijvoorbeeld op dit kanaal. Hier, daar. Meer zien? Ga naar npo3.nl/zondagmetlubach.